Dus geloof zonder liefde. Die liefde, hoe schrijf je alles? Na het er een olie samsmeer, die waarde is verboden die van jou. Die liefde, hoe schrijf je alles? Hij rol die club wat in die pad staat, dat die loop meneer, die donkers is die man. Die liefde. Ja, hij komt! Zoveel beter! Morgen, klas van 2021. Morgen! Oh, kijk voor madam. Ha, Ania, dit is een beetje zo hoog, maar je zei hij. Zo. Soms zeg hulle, liefde maakt ons blind. Ik ruil mijn perceptie voor die ziening van het kind. En als dit zo is, haal die kleppen van mijn oor af en dan. Kan ik die bolker alsjeblieft? Worry, ga je alleen lekker sokken spelen? Hoe schop jij? Ja, dat is me zomaar slecht. Nee jong, 7 meter, zie ik wel later. Het is een mal of wat? Ik doe het ieder volgens dat jou gezien wil. Wanneer had je die goes? Nogal doe het. Daar klonk ons lekker in de koppie. Nogal ik en hij. Wie denk je zei? Wacht. Moet ik mij zeggen, jij laat me eens wat ik gevoel heb. Waarvan praat zij? Bradley trekt het, wie doet ze? Lea. Ik praat van jou een kras daarvan. En dat moet je voor mij zeggen, jouw van mij. Als jij het wil, maar rechtig, ik een boyfriend. Mijn pa slaagt mijn nek af. Zo wat? Jij is nou al mooi en groot. Je weet ons wat regent verkeerd. Ja, hij is de mooiste ook op je school. En boel ook nog slim ook. Mijn pa zal mij doodmaken. En als jullie twee vergeet het, ik als moslim en Christoph als christen. En als die als geloof. Mijn ouders is baie streng als ik dus geloof. Dat is niet als ik wel aan morgen ga trouwen. Jij, kijk daar die brug over wanneer je daar komt. Ja, en geniet eens je aandacht. Voel je alles bedicht met dat enige praatje van jou. Heb jullie die blauwe kool op zijn meisje lijf gezien? Denk je dat dat zijn oudje? Kijk hier allemaal die motor, kijk dus ook goed dat dat pa kan doen. Is because hij is bekend voor die feit dat hij vrouw mensen abuse. Huh? Hoe ons bij die antwoord gekomen, sal jylle precies weet. So, aan die einde van die dag, as ons kyk waar ons antwoord uitkom, sal jylle sien ons kom uit op 31.75%. Karakter van kunstbeen af. Gewoonlijk is die buit groter als je blaf. En die liefde lijkt te dood. En voor sommigen klinkt het laf. Dit skei die koring van die kaf. Atleten wat stappen draf. En dit is die soep. Ja, jalla. Ik was nou al moe van die dag. School is die passatie. Moe van wat? Ons is reage dag op die heerkie. En meneer Zefte, het is dus al iets weer gezegd. Het is oké. Is daarom stil na het hoede pauze. Dan je weer aan het krossen pa. Iman en Christopher kissing. Nee. Los nou subject voor jullie toe weer begin. En ik is ook moe van die dag. Ik ga mijn rustig zitten en wacht voor mijn lift. Nee, ik heb het niet gezien. Ik weet niet wat ik net over ben geweest. Jullie gezien? Ja. Maar oh ja, ik heb mijn boeken niet klaar, sorry. Stap zo lang aan, ga goed terug, man. Die liefde, hoe schrijf je alles? Zo, wanneer kan ik naar huis te komen? Het is zeker niet ernstig, hè. Ongelukkig gaan mijn ouders het niet toelaten. En indien jij vergeet het, ik is moslim en jij is christen. Als die in mijn geloof en is klaar verkeerd om net zo samen met jou te staan. Ik weet die man, maar ik is lief voor jou. En ik zal inderdaad iets voor je doen. En ik is lief voor jou ook. Nou, zeg voor mij wat om te doen, zodat je ogen zo blijven waken voor mij. Ik meen, ik zal moslim draaien voor jou. Zo begaan, Allah, wacht. Stop het niet daar. Dat is gratis zo eenvoudig. En dat is hoe dat werkt. Nou, zeg voor mij hoe dat werkt.
Ek en jy, ons altoe die mis God. Precies, maar dat salat is so eenvoudig. He. Om moslim te draai, jy doen het nie net omdat jy lief is vir die persoon nie, maar jy doen het vir die geloof. Dis gratis so eenvoudig, he, Christopher. Die man, ek wil nie sy moest draai nie. Want dit is so baie tyd samen zijn. Ek wil ieder nie skel nie. Ek moet seker loop voor jou lief kom. Is oké. Okay. My sister gaan my kom haal, my ma is dokter toe. Ja, maar om te hoor van jou ma, hoop sy is oké. Okay. Maar gelukkig voor mij kan ik vandaag een beetje langer in jou mooie oor kijken. Salami man. Walaikum salam boya. Wat soek hy sien bij jou? Is dit nie die Pieter se sien nie? Ek hoop jy ding daarin om. Hoop jy wat die boya? Boeie, hy is een goeie sien, hy is baie slim en hy help my met my wiskunde. Ons is net vriende. Iman, jy weet om alleen met die sien te wees is geraam. En boonop was hy nie as moslimie. Maar boeie, dit is die rechtvaardigie. Rechtvaardig? Rechtvaardig? Weet jy wat is rechtvaardig? Terwyl jy onder my dak bly, ga jy doen wat ek wil sê. Finis en klaar. Yes, jongman. Is jy oké? Lyk iets pla. Meneer, hoekom nie lewe so onreverdig is? Niemand gaan my ooit geluk hê. Is dit soos die wat hom aan somme? Wag, Christopher. Jy kan mos nie so praat nie. Wat's fout? Praat met my. Dan kan ek vir jou help. Maar as jy nie kan help nie, sal ek wel iemand kry wat jou kan help. Meneer ken mos hoe iemand. Nou meneer sien, ek hou van haar. Ek hou rechtig baie van haar. En as ek kon, het ek sommer vandag met haar getrouw. Sjoe, jongman, jy is moest diep ernstig, jong. Maar daar is nog baie tyd vir trouw. Maar wat's fout? En hou sy daarom van jou? Wou nou op die manier? Sê hou van my ook, die probleem is haar ouders. Meneer sien, en ons geloof, meneer sien, sy is moest moslim en ek en christen. Nou haar ouders sien, daar is een probleem. Sien jy dit as een probleem? Nee meneer, hoor en ek sê ek trouw so my vandag met haar. Ja. Maar ek is bereid om moslim te draai van meneer. Maar nou praat sy van, ek moet nie draai van haar nie, maar vir die geloof. Nee, aan die einde van die dag sal ek enig iets doen van haar. Christopher, hoor jy wat jy sê? Jy sê dat jy sal enig iets doen vir iemand. En jy sê dat jy ook jouself in 'n posisie plaas net om vir haar gelukkig te maak. Maar ek dink, trouw is nie nou een optie nie. Maar wat jy wel moet doen is, jy moet mekaar sy aandag eens een bietjie geniet. En dan moet jy mekaar sy ouers respekteer en mekaar sy geloof. Salam, boeie en oomie. Ek is vroeg skool toe, Mignonse pa het my een lift gegee. Ons moet die paie taak bespreek voor skool. Soekraan vir alles wat oomie en boeie vir my beteken. Ek waardeer dit regtig baie.
is die wereld zo kroe? My pa... Wat is voor die man? Wat het gebeur? Jou pa, wat het jou pa jou gemaakt? Nee, wacht. My pa het niks gemaakt. He. Wel, nie eindelijk. He. Hy was hier baie gelukkig om Oost toe gister saam te sien. He. En nie in soveel woorde gesê nie, maar hy dink Oost toe is net vriende. Man, kyk vir my. En luister mooi na my. Ek is lief vir jou en ek sal enigiets vir jou doen. Ek sal myself prys gee om jou gelukkig te sien. Even as dit beteken... Even as dit beteken? Nee, niks van dit nie. Ek kan besluit nie oor my eie lewe en my eie toekoms en waartoe het op pad is. Christopher, wat as ons toe saam weg gaat loop? Oor begint in 'n ander plek? Is jy ernstig? Is jy bereid om alles weg te gee vir my? In jou stories? In jou ouers? As jy saam met my is, kan ons maar saam oor begin opbou op 'n ander plek. Iman, jy weet ek het jou baie lief. Maar kom ons raak nie meer gevoel nie. Iemand het eendag van my gesê dat liefde oorwin alles. En as ons mekaar respekteer, gaan ons brug verslaan. Ek weet dis nie wat jy nou wil hoor nie. Ek weet, ek meen, ek weet eens, ek kan nie self geloof wat ek nou vir jou gaat sê nie. Maar kom ons maak 'n verskil. Verander ons toekoms. Net die. Die liefde, ons kry alles. Laat water en olie saam smel. Die waarde is verwoord die van geld. Die liefde, ons kry alles. Dit bring nasies terug na mekaar. En het breek die religie se baan.